Geachte aanwezigen, hierbij open ik deze academische zitting waarin Dr. Lies Wesseling haar ambt zal aanvaarden als bijzonder hoogleraar Gender, Cultural Memory and Diversity. Een leerstoel ingesteld door de stichting Opzij. Ze zal haar ambt aanvaarden met het uitspreken van een inaugurele reden, getiteld Verwantschap weven, vertelpraktijk en culturele herinnering in transnationale adoptie. Ziet het al boven mij verschijnen. Mijn naam is Rijn de Wilde. Ik ben decaan van de faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen, de faculteit waarin deze leerstoel is ingesteld. En ik sta hier omdat de rector helaas is verhinderd en dus treed ik op als zogenaamde pro-rector. Lies Wesseling is opgeleid als literatuurwetenschapper en directeur van het Maastrichtse Centrum voor Gender en Diversiteit. Zij kwam naar Maastricht 23 jaar geleden, in september 91. Dat is een lange tijd. Na Wiel Kusters was zij onze tweede literatuurwetenschapper. En daarna zijn er nog vele gevolgd, maar zij zal altijd dat blijven. En altijd ook aan de wieg hebben gestaan van de, wat nu heet de capaciteitsgroep Letteren en Kunst. En binnen de faculteit was ze ook op vele terreinen actief. Als onderzoeksleider, kapgroepvoorzitter en zelfs een poosje als onderwijskundige of onderwijsdeskundige, zoals Lies zichzelf liever noemde. Momenteel leidt zij meerdere onderzoeksprojecten en ze is onder andere ook actief in het interfacultaire project Maximite en publiceert over kinderboeken over adoptie en over manieren waarop geadopteerden zelf hun levensverhaal vertellen wanneer ze eenmaal de volwassenheid hebben bereikt. Maar daarover ongetwijfeld meer in de oratie die zij nu zal uitspreken. Lies, aan jou het woord. Dames en heren, op welke gronden kunnen we verwantschap claimen? Zijn genen van doorslaggevend belang hier of de dagelijkse verwantschapspraktijk? Is verwantschap gegeven of wordt ze geweven? Deze eeuwenoude vragen worden onder druk van veranderende maatschappelijke omstandigheden telkens weer opnieuw actueel. De emancipatie van homoseksuelen leidde er bijvoorbeeld toe dat we tegenwoordig gezinnen met twee vaders of twee moeders erkennen, waarvan hooguit één van de twee ouders een genetische band met de kinderen heeft. Daarnaast is transnationale en transraciale adoptie een gangbaar verschijnsel geworden in onze globaliserende wereld. In dit geval is genetische verwantschap zelfs categoriaal afwezig. Gezinsvorming door middel van transnationale adoptie is een uitnodigend onderzoeksobject voor genderstudies, omdat het adoptiegezin de vraag naar het cultuurlijke dan wel natuurlijke karakter van onze sociale identiteiten opnieuw aan de orde stelt. En dit is een fundamentele kwestie voor het gehele onderzoeksveld genderstudies. Inmiddels gaat het hier al lang niet meer om de constructie van vrouwelijkheid alleen, maar om de manieren waarop de identiteitsbepalende factoren van onder meer gender, ras, leeftijd, klasse en nationaliteit elkaar doorsnijden en wederzijds definiëren. Dit intersectionele perspectief kan nader uitgewerkt worden aan de hand van transnationale adoptie, waarin het complexe samenspel tussen genoemde sociale variabelen bepaalt welke mensen adopteerbaar gemaakt kunnen worden en welke niet. Het transnationale adoptiegezin kan zodoende nieuw licht werpen op het inzicht dat het persoonlijke politiek is, zoals het tweede golf feminisme reeds benadrukt. Dat wil zeggen, transnationale adoptie laat zien dat het persoonlijke inmiddels geopolitieke dimensies heeft aangenomen.
Ik onderzoek hoe adoptieouders en geadopteerden hun gezinsidentiteit vormen in het spanningsveld tussen afstamming en zelfcreatie. Hierbij besteed ik met name aandacht aan de wijze waarop ze de middelen van literatuur en kunst inzetten om hun gezinsidentiteit gestalte te geven. Fictie speelt namelijk een hoofdrol in het weven van verwantschap door adoptiegezinnen. Tijdens deze openbare les wil ik de nauwe samenhang tussen adoptie en fictie nader uiteenzetten. Om onderscheid aan te brengen tussen pleegouders en adoptieouders, onderwerpt de wet adoptie aan een biopolitieke norm. Adoptie wordt begrepen als het aangaan van familiebetrekkingen tussen één of twee volwassenen en één of meerdere minderjarigen, als ware er sprake van afstamming. Adoptieouders kunnen dus alleen op virtuele wijze aan deze norm voldoen, in de sfeer van het doen alsof of de wereld van het als het ware. En dit nu, dames en heren, is precies de modaliteit van fictie. Fictie vat ik hierbij op als het geheel van kunstgrepen die zintuiglijk waarneembare voorstellingen scheppen van mogelijke werelden. De scheidslijn tussen de wereld van het als het ware en de sociale werkelijkheid is vloeiend. De mogelijke werelden van fictie kunnen onderdeel worden van de sociale werkelijkheid wanneer voldoende mensen hun gedrag modelleren naar de voorbeelden van fictionele personages. Daarnaast is fictie in staat om verleden tijden aan de vergetelheid te ontrukken of aspecten van de werkelijkheid te articuleren die te pijnlijk zijn om direct benoemd te worden in alledaags taalgebruik. Fictie moet dus niet worden opgevat als het tegenovergestelde van feit, als onwaarheid of leugen, maar als een afgeleide van het Latijnse woord fingere, wat zoveel betekent als vormen, construeren, maken. Vele adoptieouders hebben zich middels fictie ingespannen om aan de biopolitieke norm te voldoen. Zij produceren talrijke memoires en autobiografieën, biopics, blogs, vlogs, YouTube-kanalen met hun eigen home movies, Facebook-pagina's en websites voor virtuele gemeenschappen van adoptieouders. Deze autobiografische exercities zijn dikwijls direct geadresseerd aan hun geadopteerde kinderen om hen van een familiegeschiedenis te voorzien. Naast autobiografisch schrijven in de breedste zin des woords is kinderliteratuur een veelbeproefd middel om concrete gestalte te geven aan de virtuele familieband. De vroegste geschiedenis van geadopteerden is immers dikwijls in nevelen gehuld. Zodoende is het nooit eenvoudig om de vraag "waar kom ik vandaan?" te beantwoorden als ze wordt opgeworpen door een adoptiekind. Vandaar dat fictie wordt aangewend om concrete voorstellingen te maken van hoe het mogelijkerwijs geweest had kunnen zijn. Met name kinderboekenschrijvers hebben zich beijverd om oorsprongsverhalen te fingeren. Inmiddels is er een bloeiende niche-markt ontstaan van kinderboeken over adoptie, geschreven door adoptieouders, om andere adoptieouders te ondersteunen bij de fabricage van oorsprongsverhalen voor hun kinderen. Sinds de laatste eeuwwisseling valt tevens een ander geluid te beluisteren in het verwantschapsdiscours van adoptieouders, namelijk een bewuste, openlijke keuze voor gezinsidentiteit als constructie of zelfcreatie. Deze ouders verwerpen de biopolitieke norm nadrukkelijk ten gunste van een monter multiculturalisme dat de verschillen tussen mensen omarmt en de vrije zelfstilering viert. Ook zij zijn aangewezen op fictie voor dit proces van zelfcreatie. Verwantschap weven middels autobiografisch schrijven en kinderliteratuur streeft geen originaliteit of esthetische vernieuwing na. Integendeel, auteurs vallen juist graag terug
op de bekende schablonen en iconen uit de westerse literatuur en cultuur, hier en daar gelardeerd met een snufje exoticisme uit de cultuur van het zendende land. De vertelpraktijken van adoptieouders zijn dermate sterk voorgestructureerd dat men hier het beste van productieve receptie kan spreken. Deze term uit de literatuurwetenschappelijke bestudering van lezersgedrag verwijst naar het verschijnsel dat intensieve lezing van bestaande werken niet alleen uitmondt in secundaire literatuur, zoals recensies en essays, maar ook aanleiding kan zijn tot een nieuw primair werk. Zo werkt het ook bij adoptieouders, die sprookjes en volksverhalen herschrijven, zoals Assepoester, klassiekers uit de sentimentele literaire traditie aanpassen aan hun eigen doeleinden, zoals Oliver Twist, of beroemde orientalistische fantasieën bewerken, zoals de opera Madama Butterfly van Giacomo Puccini. Niet alleen adoptieouders hanteren de middelen van kunst en literatuur om hun weg te bepalen door het spanningsveld tussen afstamming en zelfcreatie. Ook geadopteerden grijpen dikwijls naar de pen of naar welk ander beschikbaar medium dan ook om verder te weven aan het verwantschapsweefsel. Hierbij hebben zij niet noodzakelijkerwijs hun adoptieouders op het oog. Doorgaans worden ze veel meer gebiologeerd door hun eerste ouders, hun eerste familie, hun geboorteland, ergens aan de andere kant van de wereld. Ze getroosten zich dikwijls vergaande inspanningen om een persoonlijke genealogie te traceren. Bepaalt geen sinecure, omdat adoptie wordt verhuld door schaamte in de zendende landen en door vergeten in de ontvangende landen. Geadopteerden bedienen zich daarom noodgedwongen van fictie in hun strijd tegen de gemankeerde culturele herinnering. Alleen fictie kan immers het afwezige aanwezig stellen, vergeten doorbreken en stem geven aan diegenen die nog niet hebben kunnen spreken. Laten we nu eens van naderbij bekijken hoe een en ander in zijn werk gaat. Wanneer we de culturele productie van adoptieouders bestuderen, dan valt het op dat zij het arsenaal van de westerse verteltraditie inzetten om te suggereren dat hun gezinnen zijn gevormd door voorbestemming en uitverkiezing. Toeval wordt omgebogen naar het heeft zo moeten zijn. Verhalen van adoptieouders geven de idee gestalte dat dit specifieke kind aan deze specifieke ouders is toegewezen door een hogere macht. Voorbestemming en uitverkiezing maken de totstandkoming van het adoptiegezin minstens even onherroepelijk als gezinnen die zijn gebaseerd op afstamming. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een specifieke verwantschapsmetafoor die wijdverspreid is in eigentijdse kinderboeken over adoptie uit China, namelijk de metafoor van de zogenaamde rode draad. En ik hoop dat ik me nu een stukje autoplagiaat kan permitteren, want wat ik hier ga zeggen is gebaseerd op een artikel dat ik heb geschreven samen met collega Macarena Garcia González. Het beeld van de rode draad is ontleend aan een Chinees volksverhaal dat gaat over matchmaking in de context van gearrangeerde huwelijken. Dit verhaal wil dat toekomstige echtgenoten van geboorte af aan met elkaar verbonden zijn door een onzichtbare draad. Wanneer je trekt aan deze draad van het lot, dan kom je elkaar naderbij tot het punt waarop het voorbestemde huwelijk kan worden gesloten. Dit beeld krijgt een geheel eigen vertaling en inkleuring in de kinderliteratuur over adoptie uit China, getuige bijvoorbeeld het veelverkochte kinderboek The Red Thread, an adoption fairy tale. Dit boek gaat over een kinderloos,
koninklijk echtpaar dat leidt aan een snijdende pijn in het hart. Pas wanneer ze toverbrillen kopen van een marskramer, ontdekken ze wat deze pijn veroorzaakt. Er wordt aan hun hart getrokken door middel van een rode draad. Het koningspaar besluit om de draad te volgen om zo te ontdekken wie er aan hun touwtjes trekt. Het wordt een lange en barre tocht, een soort winterreizen, die hen leidt naar een oriëntaals, armoedig oord en een klein meisje aldaar dat de touwtjes in handen heeft en het vorstelijk paar actief naar zich toe trekt. De dorpelingen die het meisje omringen en geen van allen een duidelijke familieband met haar lijken te hebben, zijn er onmiddellijk van overtuigd dat dit kind voorbestemd is om overgedragen te worden op dit echtpaar. Zo vinden de koning en de koningin hun prinsesje een drastische statusverhoging voor dit meisje van onbestemde, maar in ieder geval nederige komaf. U zou zich af kunnen vragen waarom een onzichtbare draad een kleur moet hebben. Dit komt volgens ons omdat rood de kleur van het bloed is, zodat de rode draad als een equivalent van de navelstreng kan gelden. Een van de vele pogingen van adoptieouders om aan de biopolitieke norm te voldoen door middel van fictie. De vertaalslag van een Chinees volksverhaal naar het eigentijdse kinderboek brengt een aantal verschuivingen en verdichtingen met zich mee. Het gearrangeerde huwelijk wordt hier vervangen door het gearrangeerde gezin. Overigens verdwijnen de connotaties van de verbintenis tussen man en vrouw hierbij niet volledig uit beeld. Ze worden alleen verschoven naar paarvorming op grond van romantische liefde. Romantische minnaars vertellen elkaar graag dat hun verbintenis een match made in heaven is. Dat ze geboren of gemaakt zijn om elkaar te beminnen. Adoptieouders reppen van liefde op het eerste gezicht wanneer ze hun adoptiekind voor het eerst in hun armen sluiten. Je hart wordt gestolen. Het heeft zo moeten zijn. En liefde is altijd overvloeiende, zoals blijkt uit de illustraties in Karen Akers' kinderboek Little Miss Ladybug and Her Magical Red Thread, dat een variant biedt op het motief van de rode draad. Hier wordt de draad van het lot geweven door een lieve heersbeestje, symbolische brenger van geluk. Overigens ziet u ook hier weer een poging om het adoptieproces een natuurlijk, organisch karakter te geven. Adoptiekindjes groeien in bloemknoppen, net zoals Duimelijntje in het gelijknamige sprookje van Hans Christian Andersen. En het weven van verwantschap is even natuurlijk als het weven van een web. Naast deze pogingen om adoptie een natuurlijk karakter te geven, worden er ook kinderboeken gepubliceerd die de oorsprongskwestie en de daarmee samenhangende associatie van natuurlijkheid nadrukkelijk terzijde schuiven. Het boek We Belong Together, A Book About Adoption and Families van Todd Parr bijvoorbeeld, stelt dat adoptiekinderen en adoptieouders bij elkaar horen, simpelweg omdat adoptieouders de behoeftes van adoptiekinderen weten te vervullen. Moraal van dit verhaal: there are lots of different ways to make a family. It just takes love. Share your home and share your heart. Love, Todd. Een ander boek van zijn hand, It's Okay to be Different, laat een grote hoeveelheid verschillende manieren om anders te zijn de revue passeren. Waaronder bijvoorbeeld twee vaders of twee moeders hebben of geadopteerd zijn. Moraal van dit verhaal: It's okay to be different. You are special and important just because of being who you are. Love, Todd. Hier zien we hoe het adoptiegezin een symbool wordt van maatschappelijke verdraagzaamheid.
De gemeenplaatsen van voorbestemming en uitverkiezing tillen het weven van verwantschap met kinderen uit andere werelddelen naar een hoger metafysisch plan. Hierbij geraken de specifieke historische en politieke factoren die kinderen adopteerbaar hebben gemaakt buiten beeld. Er was eens de tijd van het sprookje voert altijd weg van de tijd van de geschiedenis. Dit collectieve vergeten is niet alleen aan de orde in kinderliteratuur. In het algemeen is er in de ontvangende landen bijzonder weinig kennis overgebleven van de factoren die de uittocht van kinderen uit de zendende landen hebben ontketend. Gemankeerde herinnering in de ontvangende landen wordt versterkt door schaamte en taboes omtrent adoptie in de zendende landen en de grote talige en culturele barrières tussen zendende en ontvangende landen maken de zaak er ook niet gemakkelijker op. Behalve een enkele onderzoeker hier of daar die zich de moeite getroost om de taal van een zendend land te leren en onderzoek doen ter plekke, zijn het momenteel vooral de geadopteerden uit Korea die zich inspannen om de gemankeerde culturele herinnering te herstellen aan de factoren die tot de mondiale verplaatsing hebben geleid van ongeveer 200.000 Koreaanse kinderen. Ook geadopteerden proberen het contingente karakter van hun familie-identiteit om te buigen tot essentie door op zoek te gaan naar hun oorsprong. Zij leiden volgens eigen zeggen gespleten levens, waarin ze zich achtervolgd weten door spoken uit hun vroege verleden. Het meisje dat opgroeide als bijvoorbeeld Jane Brower in de rurale gemeenschap van Harlow, kalkoenhoofdstad van Minnesota, Verenigde Staten, was ooit geboren als Kyung Ah in Korea, als derde dochter van haar Koreaanse eerste moeder. Kyung Ah bestaat in zekere zin niet meer. Haar levenslijn is vroegtijdig afgebroken, maar nooit volledig uitgewist. Ze is nooit echt gestorven en begraven. Vandaar dat ze nog steeds rondspookt in het leven van Jane Brower. Soms worden geadopteerden zelfs achtervolgd door meerdere schimmen uit het verleden, wanneer er met hun persoonsgegevens is geknoeid, bijvoorbeeld om het ene Koreaanse kind te kunnen vervangen door het andere. Adoptieouders merken het verschil toch niet. Diane Boerselim maakt gewag van een dergelijke kinderruil in haar autobiografische film In the Matter of Chajang-hee. When I came to the United States, I arrived as Chajang-hee. My papers indicated that I was an orphan with no living family in Korea. But there was one problem. I wasn't really Chajang-hee. My parents were looking forward to the arrival of their newly adopted daughter. But at the last minute, Cha Jung-hee disappeared from the orphanage. Cha Jung-hee가 마침 자기 부모가 나타나서 이제 그 우리한테도 말 없이 그 아이를 하룻밤에 데리고 가버렸어. The social worker decided to send me in her place. She put my picture on her passport, and I was told not to reveal my true identity. Even today, her birth date is the one that appears on my driver's license and legal documents. She's a stranger who continues to be my legal identity. I've decided to go back to Korea to look for her. Geadopteerden verlangen naar hereniging en verzoening met het kind dat ze ooit zijn geweest. Inmiddels is er een ware cultuurindustrie ontstaan omtrent de zogenaamde road trips van geadopteerden. Compleet met commerciële tour operators en betaalde speurneuzen die geadopteerden aan hun eerste ouders proberen te koppelen. Sommige geadopteerden besluiten zelfs permanent te remigreren naar hun geboorteland, in de hoop daar eindelijk te mogen ervaren dat ze ergens bij horen.
Deze hoop lijkt doorgaans tevergeefs. Wat overigens nog niet impliceert dat roadtrips en remigratie zinloos zouden zijn. Met de terugkeer van geadopteerden naar Korea ontstaat een kleine, maar beeldbepalende groep activisten die zowel het Engels als het Koreaans beheersen en ter plekke onderzoek kunnen doen naar de factoren die hun exodus hebben veroorzaakt. Het autobiografische schrijven van geadopteerden wordt zodoende gekenmerkt door twee tegenstrijdige, maar onderling nauw samenhangende tendensen, namelijk het verlangen om hun identiteit op essentialistische wijze te herijken op hun oorsprong en het streven om de contingente politieke en sociale omstandigheden die leiden tot adoptie uit de taboesfeer te halen. In de autobiografie The Language of Blood beschrijft Jane Brower, inmiddels Jane Yong Trenka, haar pogingen om haar verscheurdheid tussen Jane Brower en Ki-young Ah op te heffen tijdens diverse roadtrips naar Korea. Deze reizen gaan gepaard aan sterk fysiek getinte dagdromen over terugkeer naar de moederschoot of over de terugname van haar eerste moeder en alles wat bij haar hoort in Trenka's eigen schoot. In het vervolg op The Language of Blood, Fugitive Visions, is Trenka minder optimistisch over haar mogelijkheden tot wedergeboorte als Koreaanse. Inmiddels permanent gevestigd in Korea, blijkt de taal van het bloed niet bij machten om haar innerlijke verdeeldheid te helen. Alles wat haar nu rest, zijn glimpsen van de factoren die haar tot een verdeeld subject hebben gemaakt. Die verdeeldheid echter treft niet alleen Trenka als individu. Een citaat uit Fugitive Visions: "In this country that pulses with the collective memory of an unfinished war, an artificial boundary etched through the middle of her body, and the collective imprint of a desperation that will not go away, I am still at war with myself. How does one live in the condition of being separated from oneself?" Zoals deze passage illustreert, zijn Trenka's persoonlijke lotgevallen inmiddels volledig verknoopt geraakt met de geschiedenis van Korea. In stukjes en beetjes komt het eruit. Haar gewelddadige eerste vader, die haar eerste moeder verdacht van ontucht met Amerikaanse soldaten. Zijn wantrouwen valt niet geheel uit de lucht. Amerikaanse soldaten bezetten in de jaren 50 dezelfde legerbasis die tot 1945 door de Japanners werden bezet, toen Korea nog een kolonie van Japan was. Toen Japan mobiliseerde voor de oorlogen met andere landen rondom de Stille Oceaan tussen 1931 en 1945, werden de militaire bases voorzien van zogenaamde comfort stations. De plekken waar de ook ons helaas welbekende troostmeisjes onder dwang Japanse soldaten moesten gerieven. Deze troostmeisjes werden gerekruteerd uit geheel Zuidoost-Azië, inclusief Nederlands-Indië, maar ze bestonden voor ongeveer 70% uit Koreaanse vrouwen. Deze vrouwen konden na afloop van de oorlog niet meer terug naar hun familie, omdat ze bezoedeld waren in hun ogen. Velen waren daarom gedwongen om hun bestaan als sekswerker voor te zetten. Deze keer in dienst van de Amerikaanse soldaten, die de Japanners inmiddels waren opgevolgd. Het Amerikaanse leger erfde zo de hele infrastructuur van de troostmeisjes van de Japanners. Ook de Koreaanse vrouwen die zonder betaling seks hadden met Amerikaanse soldaten, werden met de nek aangegeven. En hetzelfde geldt voor de kinderen die uit deze allianties voortkwamen. Getuigen het levensbedreigende fysieke geweld dat hun eerste vader pleegde tegen Ki-young Ah en haar oudere zuster Mia, later Jane en Carol.
Dit bracht hun eerste moeder er destijds toe om de zusjes beschikbaar te stellen voor adoptie. In een film die in belangrijke mate geïnspireerd is door Trenka's Fugitive Visions, getiteld The Woman, The Orphan and The Tiger, wordt de lotsverbondenheid van drie generaties Koreaanse vrouwen nadrukkelijk in beeld gebracht, te weten de troostmeisjes voor Japanse militairen, de Koreaanse sekswerkers rondom de Amerikaanse legerbasis en de kinderen die uit deze betrekkingen voortkwamen. Deze vrouwen zijn tezamen verstrikt geraakt in één moeilijk te ontwarren kluwen van seksisme en racisme in het perspectief van deze film. One step away from a Korean-American woman married to a white man. One more or the same step away from a Korean military wife with a soldier husband. Another step away from a war bride. Another step, war booty. Step, camptown prostitute. Step, comfort woman. Step again, comfort child. Comfort child. Het woord blijft als een graat in je keel steken. Deze pregnante uitdrukking roept in haar al haar beknoptheid bijzonder moeilijke vragen op. Ze suggereert onomwonden dat transnationale adoptie een voortzetting is van de koloniale en imperialistische regimes die opeenvolgende generaties van Koreaanse vrouwen onderwierpen aan sociale groepen met grotere politieke, militaire en economische macht. Voorstanders van transnationale adoptie daarentegen zien adoptie juist als een middel om de uitwassen van kolonialisme en imperialisme te verzachten door verworpen kinderen om te toveren in uitverkoren. In hun ogen is het transnationale en transraciale adoptiegezin een symbool van een inclusieve mondiale samenleving. Hier botsen twee tegenovergestelde perspectieven frontaal op elkaar en ze worden beiden even luid verdedigd in de heftige maatschappelijke controversen waaraan transnationale adoptie vandaag de dag gepaard gaat. Kan adoptieve gezinsvorming die voortvloeit uit seksisme en racisme in een belangrijk zendend land veranderen in een antiracistische en antiseksistische praktijk in de ontvangende landen? Is er een perspectief denkbaar van waaruit zowel de zendende als de ontvangende landen gelijkelijk in het weven van verwantschap betrokken kunnen worden? Dit zijn geen gemakkelijke vragen en zeker ook niet voor mij als directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit dat, zoals onze website vermeldt, wetenschappelijk onderzoek verricht in dienst van een inclusieve samenleving. Ook ik zou het menselijk vermogen tot bonding voor beide grote sociale verschillen willen onderschrijven. Ook ik ben ervan doordrongen dat de familiebanden die ontstaan door dagelijkse omgang en zorg minstens even belangrijk, eigenlijk veel belangrijker zijn dan genetische verwantschap. Dit zijn stuk voor stuk waarden die ook worden omarmd door de voorstanders van transnationale adoptie. Maar tegen welke prijs? Gegeven de complexiteit van de opgeworpen vragen, stel ik u voor dat we ook hier te rade gaan bij fictie. Ter afronding van deze openbare les wil ik u daarom uitnodigen de eerste minuten te bekijken van de film Adopting Belinda. Welcome to our morning series on Danish heritage. Today we are very grateful to have been invited into the home of Mr. and Mrs. Anderson, who live right outside Minneapolis in a beautiful little cottage. Why did you choose to adopt a child? Well, we
couldn't have a child ourselves. So for us, it was just natural to adopt. And well, we tried for some years. Well, in the end, nothing came out of it. So adoption was kind of, yes. Was it a tough process to go through? You know, it's really tough. Strenuous. I mean, it's horrible. In fact, every process you have to go through to adopt. Now, you chose to adopt a Scandinavian child. Is that harder than to adopt from other places in the world? Oh, very, very much. You know, most people adopt from like countries in Asia or South America or Africa, but we really wanted to have a Danish child, so we put a lot of effort in managing and succeeding to make this adoption happen, and we're so happy for that, because we have, you know, we have Danish roots ourselves, so, yeah, so Denmark was number one and the only choice for us. Because we want to give Belinda everything that we are able to give her, and since we have roots in Scandinavia, of course, it would seem more natural that we also adopted from Scandinavia. And here in Minnesota, we have a lot of Scandinavian, people of Scandinavian descent. So it just seems like the right thing to do. It's kind of natural. Yeah. Do you think it's been a successful transition for, excuse me, what's the name? Belinda. Belinda. Yeah, I call her Belinda. That's a nice name. Do you think it's been a successful transition for Belinda? Oh, yes. She's very happy. Because we believe that Danish children are so so easy to handle, and you know, this connection between us and her, with the same kind of roots originally, makes it so smooth and easy. Yeah. So this attachment process, which so many people worry about, we never did that actually. No. Mm. Just came about. Well, a lot of people tend to think it's a hazardous thing to adopt a child. I mean, you never know what you're going to get. She could have been abused in her short life already. We discussed this. Mm-hmm. Yeah, we did. Yeah. Prior to. And during the pre-adoption education, the adoption agency. In deze korte film passeren alle clichés de revue van het adoptiediscours in de ontvangende landen. Het gaat om een typisch middenklasse echtpaar, woonachtig in suburbia. Ze wringen zich in allerlei kronkels en bochten om het natuurlijke karakter van adoptie te beklemtonen. Ze dragen Deense namen, Andersson, en ze wilden per se een Deens kindje adopteren omdat ze zelf Deense roots hebben. Dankzij hun gemeenschappelijke achtergrond heeft Belinda hoegenaamd geen aanpassingsproblemen gehad, zo vermeldt de adoptievader tevreden. Kijkers ervaren hun iets wat zelfgenoegzame beweringen op een gegeven moment als ongerijmd. Bij Deense roots stellen we ons geen mensen voor met een Aziatisch uiterlijk. De ironie wil echter dat hun uitspraken uiterst plausibel zijn wanneer men ze beschouwt in de context van transnationale adoptie. Het is heel goed mogelijk dat dit echtpaar echt Andersson heet. Denemarken adopteerde namelijk het hoogste aantal Koreaanse kinderen per capita. In dat geval heeft dit echtpaar inderdaad Deense roots en zeggen ze geen woord te veel wanneer ze aangeven dat ze een kindje willen met vergelijkbare achtergrond. De dubbele ironie wil dat u hier kijkt naar filmmaker en performancekunstenares Jane Jin Kaisen, geadopteerd uit Korea en opgegroeid in Denemarken. Maker van de film The Woman, The Orphan and the Tiger, waar u zojuist een scène uitzag. Zij wordt geflankeerd door Tobias Hubinet, adoptieonderzoeker en activist, eveneens van Koreaanse origine, en opgegroeid in Zweden. Het is dus letterlijk waar dat dit duo Scandinavische roots heeft. De mockumentary Adopting Belinda maakt door middel van de klassieke fictionele kunstgrepen van omkering en ironie duidelijk
dat nationaliteit veel meer inhoudt dan het staatsburgerschap van een bepaalde natie alleen. Nationaliteit heeft ook stilzwijgende raciale implicaties. Adopting Belinda werpt de vraag op in hoeverre ontvangende landen het hybride subject dat uit transnationale adoptie voortkomt, daadwerkelijk erkennen. Als we bij de uitdrukking Danish roots ogenblikkelijk denken aan witte mensen en niet in staat zijn om de hoofdrolspelers in de film daarmee te associëren, in hoeverre kunnen geadopteerden dan ooit volwaardige staatsburgers worden in de ontvangende landen? Adopting Belinda onthult tevens hoe vanzelfsprekend wij het vinden dat adoptie eenrichtingsverkeer is. Adoptie gaat van gekleurd naar wit, van oost naar west, van zuid naar noord, nooit andersom. Het nobele streven van dit echtpaar om, in hun eigen woorden, niet alleen Belinda, maar heel Denemarken vooruit te helpen, werpt de vraag op in hoeverre westerse landen zich ooit vooruitgeholpen zouden voelen door de verwijdering van hun kinderen. Een begin van een antwoord op de zojuist opgeworpen vragen is volgens mij het gedachtenexperiment, en ik heb het hier over een gedachtenexperiment en niet een beleidsvoorstel, het gedachtenexperiment dat we adoptie van alle windstreken naar alle windstreken moeten kunnen willen om transnationale adoptie te kunnen willen. Het transnationale en transraciale adoptiegezin kan wat mij betreft heel goed gehandhaafd blijven als symbool van een inclusieve mondiale samenleving, als een icoon van the family of men, gesteld dat we adoptie symmetrisch zouden kunnen en willen organiseren. Maar als Belinda niet adopteerbaar gemaakt kan worden, wie dan eigenlijk wel? Dames en heren, ik hoop u ervan overtuigd te hebben dat de vertelpraktijken van adoptiegezinnen een relevant onderzoeksobject bieden aan genderstudies. Verhaalschablonen, metaforen en iconen zijn gestolde waarden die impliciet duiden wat het betekent om familie te zijn. De cultuurwetenschap is bij machte om deze impliciete waarden te expliciteren en daarmee toegankelijk te maken voor reflectie en debat. Zij volgt daarbij soms het reflexieve potentieel van fictie zelf, dat stilzwijgende aannames op speelse wijze ter discussie kan stellen. Getuige Adopting Belinda. Zowel fictie als haar wetenschappelijke bestudering dragen er wezenlijk toe bij dat het collectieve vergeten omtrent de politieke en maatschappelijke factoren die kinderen adopteerbaar maken, wordt doorbroken. En dat is bepaald geen overbodige luxe, gegeven het zojuist genoemde controversiële karakter van transnationale adoptie. Cultuurwetenschappelijk onderzoek vanuit intersectioneel perspectief is niet alleen waardevol voor de adoptiepraktijk. Hetzelfde geldt andersom. De cultuurwetenschap wordt verrijkt door adoptiestudies. In concreto kunnen culturele adoptiestudies een nieuwe impuls geven aan het receptieonderzoek door niet alleen te bestuderen hoe lezers of toeschouwers waarde en betekenis toekennen aan klassiekers, maar ook hoe zij klassiekers inzetten om sociale praktijken vorm te geven, in dit geval het weven van verwantschap. Ik hoop mij de komende jaren dan ook in te zetten voor internationaal vergelijkend onderzoek naar adoptieve vertelpraktijken in met name de Europese ontvangende landen die tot dusver veel minder zijn bestudeerd dan de Amerikaanse adoptiecultuur. Meer in het algemeen zal ik de opzijstoel in dienst stellen van wat Nira Yuval Davis The Politics of Belonging noemde. Dat wil zeggen, het maatschappelijk vraagstuk wie waar het recht geniet om erbij te mogen horen en thuis te zijn in onze globaliserende wereld.
Hierbij zal ik met name aandacht geven aan de wereldwijde verplaatsingen van kinderen. En dan is nu het moment aangebroken voor een dankwoord. Ik dank in de eerste plaats de faculteit der cultuur- en maatschappijwetenschappen in concreto, Rijn de Wilde en André Koehorst, die mij in staat stellen om het zojuist beschreven onderzoek te verrichten als directeur van het Centrum voor Gender en Diversiteit. En ik dank de Stichting Opzij voor mijn aanstelling als bijzonder hoogleraar culturele herinnering, gender en diversiteit. Ik vind het een eer dat ik na Maaike Meijer, Liesbeth van Zonen, Marlie Huijer en Ineke Boerenfijn de vijfde bezetter van deze leerstoel mag zijn. Van mijn jarenlange collegiale en vriendschappelijke verbintenis met Maaike Meijer heb ik geleerd: gender en diversiteit, dat is vlijt, strijd en joleid. Mineke Bos speelde een leidende rol in de oprichting van het Centrum voor Gender en Diversiteit. En daarom schenkt het me veel genoegen dat ik hier vandaag in haar toga mag staan. Een bijna even lange samenwerkingsband heb ik met Wiel Kusters. En Wiel Kusters en Maaike Meijer zijn beide met emeritaat. En voor mij zal de faculteit nooit meer dezelfde zijn na hun vertrek. Trots ben ik ook op de grote wetenschappelijke kwaliteiten van mijn naaste collega's in het Centrum voor Gender en Diversiteit. Agnes Anderweg, Ulrike Brunotte, Louis van den Hengel, Aagje Spinnen. Ik durf te zeggen dat wij een eigen geluid laten horen in de bestudering van de maatschappelijke functionaliteit van literatuur en kunst. In samenwerking met de capaciteitsgroep Letteren en Kunst en de onderzoeksgroep Arts, Media and Culture, geleid door René van der Val. Hierbij spelen onze assistenten in opleiding Christophe van Eken, Elena Fronk, Codruta Porip en Constance Sommeray ook een vitale rol. Ik verheug me in de samenwerking met Valentina Mazzucato en Julia Vic Bertram, Tuben, in het onderzoek naar transnational families binnen de context van het Maastricht Center for Citizenship, Migration and Development, MaxiMide. Binnen de nationale context ben ik dankbaar voor samenwerking met de Nederlandse onderzoeksschool Genderstudies in het algemeen en met Rosemarie Buikema in het bijzonder. My work has profited significantly from international collaboration within the Alliance for the Study of Adoption and Culture, especially with Claudia Nelson, and the International Research Society for Children's Literature, especially with Mavis Reimer. I am also very happy that the International Collaborative Research Project PLACIM, Platform for a Cultural History of Children's Media, will be continued into the future, thanks to a renewed grant of the Dutch Science Foundation. Meer in het bijzonder wil ik in dit verband Helma van Lierop en Vanesse Joze bedanken voor hun trouwe, collegiale samenwerking bij de wetenschappelijke bestudering van de kinder- en jeugdliteratuur. Deze invalshoek leidde tot het eveneens door NBO gefinancierde Maastricht-Tilburgse onderzoeksproject Emergent Cultural Literacy, waarin ik mag samenwerken met onder meer Herman Beck, Annette de Bruin, Karin Goneen, Maaike Meijer en Inge Verouden. En tenslotte mag Rachel Wennick, onze office manager, niet onvermeld blijven, die al deze activiteiten organisatorisch ondersteunt als opvolger van de even zo verdienstelijke Wilma Lieben. Een persoonlijk woord van dank gaat uit naar Norbert Bonenkamp, met wie ik onze drie kinderen heb verzorgd en opgevoed, en naar Maurits, Tim en Esther. Jullie van zo dichtbij te zien opgroeien is het grootste voorrecht dat ik tot dusverre in mijn leven heb genoten. Mijn 7 broers en zussen, inmiddels helaas 6, en mijn 6 schoonzussen en zwagers, inmiddels helaas 5, hebben mij geleerd dat bloedverwanten even zo goed hun verwantschap weven. Kinderen, familie, vrienden en vriendinnen, collega's,
Hartelijk dank. Ik heb gezegd. Professor Wesseling, zeer bedankt voor dit indringende verhaal, wat vele vragen oproept, niet alleen over de praktijk van transnationale adoptie, maar ook over de aard en de status en de opdrachten van de cultuurwetenschapper in relatie tot deze praktijk, maar ook in bredere zin. U bent benoemd in de faculteit Arts and Social Sciences. Vele denken soms, wat hebben die twee nu met elkaar te maken? En soms hebben ze ook helemaal niets met elkaar te maken, maar bij u komen die beide samen. En op een heel natuurlijke manier. En u laat ook zien, denk ik, in de lezing hoe productief die samenwerking kan zijn als je ze met elkaar verweeft. Sociale wetenschap weten ook dat je actoren moet laten spreken. U laat ook de actoren spreken, u laat ze zien. Maar ik denk, u geeft ook aan dat het over meer gaat dan het alleen laten spreken. Het gaat ook over de vormende kracht van fictie. Wil je echt die sociale praktijken begrijpen, de tragiek, de complexiteit daarvan? Dank u wel. Hiermee zetten we de serieusheid opzij. Er is nu alle tijd om de nieuwe hoogleraar te feliciteren en we doen dat op de binnenplaats. En u kunt dat doen door het cortege te volgen. Hiermee sluit ik deze academische zitting. Ja,